Yo, yo, show die ik vandaag ga het hebben over Spanje, nee, Portugal, zoals je in de titel ziet. Want Portugal is een soort van onderdeel van Spanje geweest, maar ook weer niet. Wat trouwens ook niet Portugees was, is namelijk... Pompidompidom, ja, nee. Die intro klopt eigenlijk voor gemeten, maar goed, we kunnen wel beginnen. Volg de Portugese Empire. Dus, dan gaan we beginnen over Spanje. Heb ik net al gedaan, maar goed, we kunnen weer beginnen over Spanje. Want heel Iberië waren allemaal kleine koninkrijken. Eén daarvan heette León en een ander heette Castilië. Over het Spaanse Rijk heb ik het gehad over Castilië. En ja, León en Castilië hadden een soort van ruzie, een troon... gevecht of zo. En in die troonstrijd, ja, won Castilië en werden die verenigd en was het allebei Castilië. Maar toen León nog bestond, was Portugal een vassalstaat van León. En wat is een vassalstaat? Dat is zeg maar gewoon een land met een eigen regering onder controle van een ander land. Zeg maar wat Curaçao is van Nederland. Soort van. En al die Iberische christelijke landen vochten met de Reconquista of zoiets. Spaans voor Reconquest. Wat is daar het Nederlandse woord van? Herovering. En ja, dat waren die Omeyaden die dat hadden. En toen werd dat stuk Cordoba en dan werd weer veroverd door de christelijke. En Portugal werd onafhankelijk tussendoor. En zo ontstond Portugal. Maar voor de rest had je dus Castilië. En die werd verenigd met Aragon en Navarra. En dat werd dan Spanje. En zo had je alleen maar Portugal en Spanje. En zo ontstond Portugal en Spanje. Talen, Portugees Empire. Portugees. Kolonisatie, Portugees Empire. We gaan het weer hebben over kolonisatie. Want ja, als je het hebt over Portugal, dan kun je het niet echt bepaald omheen, zeg maar. Als je over geschiedenis van Portugal gaat hebben. Dus ja, eigenlijk heb ik wel heel veel van die afleveringen achter elkaar waar kolonisatie een ding is. Want Frankrijk, Spanje, Nederland, alleen Groot-Brittannië nog. Dat hebben ze allemaal wel zo goed als gehad. En Portugal is in 1415 begonnen met Afrika te ontdekken. In die tijd was nog heel weinig ontdekt. Eigenlijk was Europa en Azië eigenlijk de enige twee continenten die helemaal uitgezocht waren toen. Door de moderne mensheid. Ook was het niet modern, want hadden ze iPads? Nee. En in 1420 was het eiland Madeira of zoiets geclaimd door Portugal. En in de 15e eeuw nadat Columbus bezig is geweest. Je kent het verhaal wat toen ik in de Spanish Empire aan het praten was. Toen dacht van, kijk, nu kunnen we echt gaan koloniseren. Slavernij, handel, En zijn ze ook 1497 begonnen aan Mozambique. En in 1500 zijn ze begonnen aan Brazilië. En leuk aan Brazilië is, het is blijkbaar zo leuk dat Nederland probeerde om Brazilië te veroveren. Moet je nagaan dat Brazilië van Nederland had kunnen zijn. Portugal won de oorlogen van Nederland, dus het is niet gelukt. Maar moet je eens voorstellen dat Brazilië dat we vandaag kennen Nederlands spreekt. Het had kunnen gebeuren. Maar het was niet zo. We konden wel van Spanje winnen de oorlogen, maar van Portugal? Nee, dat is een bridge too far. En 10 jaar later ging Portugal naar India. India werd echt van alle kanten geclaimd. Door Groot-Brittannië, door Frankrijk, door Nederland, Denemarken zelfs ook. En Portugal claimde de stad Goa, want ja, deals. En dan gaan we terug naar Mozambique, want in 1522, hoe spreek je dat ding uit? De Nossa Senhora de Boulaparte. Dat is een gebouw wat in Zuid-Afrika, nou ja, niet letterlijk het Zuid-Afrika, het land, gebouwd is, maar het zuiden van Afrika. Lekker praten is dat, zeg. Die werd daar gebouwd en dat is het oudste gebouw ooit, gebouwd door Europese, aan de zuidenkant van de wereldbol. Dus ja, 1522. Pittig oud, hij staat nog steeds overeind. Ik zal hem maar niet tegenblazen, want anders... Maar Portugal ging nog verder, want wij Nederlanders hadden Indonesië, maar je had ook een eiland dat heette Timor. Die moesten wij delen met Portugal. En omdat Portugal een stukje van het eiland had, van Timor, heet dat Oost-Timor. En is dat een onafhankelijk land dat die deelt met Indonesië. Dus Indonesië heeft een eiland. Een stukje is Indonesië, maar een ander stukje is Oost-Timor. Gewoon puur omdat het Portugees en een Nederlandse kolonie was. Terwijl het niet eens gewoon samen één land kon worden. Terwijl ze wel gewoon dezelfde taal spreken, dezelfde cultuur hebben. Nee, het moet apart, want dat was van Portugal vroeger. Dus oké, logica. En ze probeerden ook stukken uit Noord-Amerika te veroveren, maar dat ging gewoon, ja, niet. En dan wil je natuurlijk weten van, wat is dan het grootste omvang van Portugal? De kaart. Verdrag van Tordesillas. Want Spanje en Portugal, die waren ooit samen de Iberische Unie, heb ik in de Spanish Empire besproken. Het heette de Iberische Unie, maar sommigen zien het ook gewoon als in, oh, Portugal is nu van Spanje, maar het is eigenlijk gewoon een unie van twee landen. Samen. Maar er werd met elkaar afgesproken van oké, wat pak jij? Het westen zou van Spanje moeten zijn en het oosten zou van Portugal moeten zijn. Van het Amerikaanse continent. Het ziet er zo uit. En dan zie je al meteen van, dat is niks van gekomen. Nee, dat klopt. Dus de Portugezen dachten van, ik heb scheid. Ik ga gewoon land veroveren wat ik maar kan. En Spanje had iets van, ja, als dat je blij maakt, ja, oké. En toen had je ook nog Frankrijk, Engeland, Nederland... die de drie Guyanes maakten en dat boeit ook niemand. Oké, dus dan is dat zo gebeurd. Brazil,
La 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 la. We gaan verder over Brazilië. Tenminste, over dat stuk waar ik het over had, over Zuid-Amerika, wat van Portugal is, dat is dus nu Brazilië. Brazilië was dus een onderdeel van Portugal. En na de Napoleonische oorlogen niet meer. En dat gebeurde met heel dat continent, bijna met alle landen. Want ja, ook de Spaanse kolonisten, bijvoorbeeld Argentinië, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile, werden allemaal onafhankelijk. Maar ja, Portugal heet er ook aan, dus Brazilië werd ook onafhankelijk. Dat ging zeg maar gewoon zo. En met 8,5 miljoen vierkante kilometer is het de vijfde grootste land ter wereld, Brazilië. Groter dan Portugal, onder Verenigde Staten, onder Canada, onder China, onder Rusland. Pittig groot dus. En Portugal staat op plek 109 met 92.000 vierkante kilometer. Als je dat vergelijkt met plek 5 van Brazilië, en Portugal heeft dat gemaakt, denk ik van wow. En als we gaan hebben over inwoners is het helemaal bizar. Want er zijn 212 miljoen inwoners op dit moment in Brazilië die allemaal Portugees spreken. En daarin zijn ze de zesde grootste onder China, onder India, onder Indonesië, onder Pakistan, Verenigde Staten. Vergeet ik gewoon de Verenigde Staten, wauw. En Portugal staat op plek 89, dus een stukje hoger, met 10 miljoen inwoners. Dus er zijn net 20 keer zoveel inwoners in Brazilië. Een land dat gemaakt is door Portugal. Hoe dan, denk je? Kolonisatie. En ja, en toch is de taal die ze spreken Portugees en niet Braziliaans. Want het was altijd Portugees. Ook al is dat land gewoon 20 keer zo groot. It is what it is. En kreeg vervolgens de Brazil Empire, wat ook het video kan zijn in de toekomst. En Brazilië heeft als enige land ter wereld 5 trofeeën in het WK. Eerste Wereldoorlog, Portugal. Dit zijn waarschijnlijk heel veel mensen vergeten. Portugal vocht mee in de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog ging van 1914 tot 1918. En in 1916 ging Portugal mee vechten met de geallieerden Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Amerika, Japan. China hebben ze niet zo heel veel gedaan, net als die andere landen. Maar ze hebben wel meegevochten en gewonnen. Tweede Wereldoorlog, Portugal. Neutraal. Mozambique en Angola. Ja, want die Afrikaanse kolonieën hebben ze nog over. Dus dan gaat het hebben over Mozambique en Angola. Waarom is dit één sectie en die twee verschillende? Omdat ze allebei een beetje hetzelfde verhaal delen. Dus doe ik dat gewoon in één. Gaat sneller. De naam Mozambique is afgeleid door een rijke handelaar, die heette Moussa, die had de leiding daar in dat land voordat de Portugezen kwamen en zo werd het Mozambique. En ja, in 1544 werd het helemaal veroverd daar zo, ook al zijn ze veel eerder begonnen met koloniseren daar. En ook daar spreken ze Portugees. En Angola is afgeleid van de naam Angola. Eigenlijk spreken dat bijna hetzelfde uit als Angola, maar dan zonder de A, dus de N en dan Gola. Zo kun je ook namen bedenken. En dat was dus de leider van dat land. En beide landen werden onafhankelijk in 1975. En de reden dat deze het langer hebben volgehouden dan Brazilië is gewoon, die deden niet mee aan de Napoleonische oorlogen, dus die konden blijven. Terwijl Brazilië gewoon. En 1975 ging dan ook. En Portugal ook een plan om beide landen te verenigen tot één land, zeg maar. Één kolonie. Maar dan had je Groot-Brittannië, dat gewoon 25% van de hele aardbol gewoon beheerste toen. En die wilden een treinrails bouwen van Egypte naar Zuid-Amerika. En ja, dan moet je er even langs en Portugal opzij. Dus is dat nooit gebeurd. En ja, dat was het einde van de video. Zo kregen we Portugal, zoals we nu kennen. En Cristiano Ronaldo. Denk jij dat we ooit weer de Iberische Unie krijgen? Ja of nee? Gooi het in de comments hier beneden. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Gooi blij dat je hem leuk vond. Abonneer, ring de bel en zie je de volgende video extra snel. Klik de snap, vind ik het echt leuk. Tot de volgende keer weer. Later.